Hallo lieve vissen, welkom bij jullie maandreading voor april 2024. Dit is eigenlijk een bonusreading. Er is eerder in maart ook een reading online gekomen wat geldt voor maart en april. Dit voor alle sterrenbeelden. Ik zal beneden in de berichtenbox een linkje zetten, zodat je eventueel, mocht je deze video nog niet hebben gezien, nog even terug kunt kijken of dat daar misschien een ander proces aangeprikt is of naar voren is gekomen als waar deze reading over zal gaan. Ben je als zonteken aan het kijken of maanteken, Venus, ascendant of welk teken dan ook uit jouw geboortehoroscoop? Wees welkom, ook voor alle crosswatchers die aan het kijken zijn. Kijk even welke tijdlijn voor jou bestemd is. Voel het vooral even intuïtief aan. Ga elementen niet passend maken, maar laat het er zijn voor wat het is. Nu kunnen het natuurlijk ook voorspellende berichten zijn. Kijk dan op een later moment even de video nog terug, mocht je dan helderheid willen of krijgen. Verder is er heel veel in het energetisch veld aan de hand. Nu hebben we natuurlijk de volle maan met maansverduistering gehad. We hebben een nieuwe maan met zonsverduistering die er naar komen gaat. We hebben Mercurius die retrograde gaat lopen. We hebben de lente-equinox die dus gestart is. En dit alles gaat in april dus ook nog verder ontwikkelen en vormgeven. Naast de energieportalen die er zullen zijn en noem maar op. Dus we gaan kijken wat dit voor jullie lieve vissen naar voren gaat brengen. Wat ik over mag brengen en wat belangrijk is nu voor jullie om zicht op te krijgen. We gaan lekker van start. We hebben ademhalen als eerste kaart. Kaart 29 maakt 11 is natuurlijk ook wel het 11 getal voor de engelen. Dicht bij jezelf blijven, boodschappen die je doorkrijgt. Het kan zijn dat je veel 11-11 op de klok ziet staan. Jouw innerlijk weten gaat steeds meer naar de oppervlakte komen. Waarbij je dus ook bewuster in het leven gaat staan en bewuster met energie omgaat. En jullie zijn natuurlijk het vissenteken, hè? Het waterelement. We gaan dus kijken wat of dit op emotioneel vlak ook nog wat het een en ander teweeg kan brengen. Of dat het op andere facetten van je leven naar voren gaat komen. Nu is het zo dat er een stukje zelfontwikkeling best wel met zich meespeelt. Ook in april, die start van die eclipseizoen natuurlijk. Wat dus de komende maanden naar voren gaat komen en zal blijven stromen. Maar we gaan voelen dus wat er naar voren mag komen voor jullie. We hebben de Turtle Spirit. Slow and steady wins the race. Dus langzaam maar zeker win je de race. Als je maar gewoon in je energiestroom blijft. Gewoon die stabiliteit behoudt. Op tijd je terugtrekt wanneer het nodig is. En we hebben de Stag Spirit. Take the lead. Kijk eens, mooie energie eigenlijk wat hier. Al die bloemen die gaan komen, hè? Een stukje kennis die je tot je hebt genomen, de groei wat je hebt ontwikkeld. Het voelt voor mij dat jij een heel proces hebt gehad waarbij jij nu pas inzicht gaat krijgen wie je werkelijk bent. Met de valkuilen die je dus hebt, ook met je als waterelement met je mee hebt genomen. Hè? Want vissen zijn natuurlijk vrij gevoelig, of eigenlijk het gevoelste teken van het dierenriem. Maar dit zorgt er ook voor dat jij juist op intuïtief niveau in kunt voelen. Het stukje empathie. Inlevingsvermogen is een groot gegeven. Hè? Wat sommigen dus als negatief zien, kun je dus echt wel als positief zien. Want ondanks dat er heel veel mensen om je heen misschien zijn die jou niet zullen begrijpen. Of jou niet zullen of kunnen volgen. Zolang jij jezelf maar kunt volgen en dicht bij jezelf blijft, zul je merken dat jij juist eigenlijk de stappen in de juiste richting zet en een voorbeeld bent voor heel veel andere mensen. Een voorbeeld waarbij jij zonder dat jij het beseft iets in werking zet. Een soort domino effect wat jij creëert alleen al door jouw eigen zijn, door jouw energieveld. En dat ga jij dus ook binnenkort inzien. Dat jij zaadjes plant bij anderen, dat jij nieuwe stappen gaat maken wat bewustheid betreft. Even kijken, wat hebben we? Wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. Focus jezelf volledig op je intentie om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kan ik
Hoe kan ik de wereld verbeteren? En de wet van aantrekkingskracht zal automatisch zorgen voor alles wat je daarbij nodig hebt. En met het stukje hoe kan ik de wereld verbeteren? Hoe kun jij zelf in gaan zien dat jij de wereld al aan het verbeteren bent? Want het voelt voor mij dat jij al heel veel in het energetisch veld, in het positieve aan het veranderen bent. Alleen al door jouw aanwezigheid. Maar hoe ga jij dit zelf ook zien? Dit is ook een stukje waarbij een stukje zelfreflectie naar voren mag komen. Dat jij in mag zien de persoon die jij bent. Dat jij in mag zien dat bepaalde eigenschappen uniek zijn die jij hebt. Die anderen wensen te hebben, maar nog niet bezitten. En jij dit automatisch al hebt, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Doe jij dat al? Sta je voor mensen klaar? Luister je naar mensen? Geef je de juiste energie door, terwijl je daar zelf geen zicht op hebt? En dit is best wel spannend en nieuw. En dit kan jou ook in een bepaalde verdedigingselement een beetje krijgen. Maar door innerlijk te voelen wat dit met jou doet, schiet jij niet naar je hoofd. Maar kun je dus ook de juiste energiestroom blijven behouden. Maar dit komt ook omdat jij onzeker bent door elementen wat vroeger is geweest. Door jouw gevoeligheid heb je misschien ook wel veel pijn en verdriet gehad. Of hebben mensen jouw pijn gedaan. Of is de pijn, omdat jij zo'n groot hart hebt, voelt het voor mij dat jij eigenlijk als spons gefungeerd hebt om iets op je te nemen. Die last van een ander heb je op je genomen, op je schouders. En jij bent de persoon die eigenlijk andere energie van, of mensen, de energie van andere mensen dus transmitteert om hun te verlichten. Terwijl het ook hun stappen zijn die ze moeten lopen. Waarbij je eigen soms tekort doet. Want je hoeft niet alles voor een ander te doen of te transmitteren voor een ander. Dit doe je automatisch, maar dat is ook het stukje bescherming wat je meer mag toe gaan passen. Dus als je dan gaat kijken van hoe kan ik de wereld verbeteren, is het ook een stukje je eigen beter afschermen. Zaadjes die je geplant hebt, die zullen binnenkort naar voren gaan komen, kunnen geoogst gaan worden. En het stukje voor jezelf kiezen, het vertrouwen hebben dat jij ook aan de beurt gaat komen, maar het jezelf ook gunnen om aan de beurt te komen. En dat heeft ermee te maken dat er veel pijn en verdriet is geweest en veel mensen over jouw goedheid heen zijn gestapt of misbruik hebben gemaakt van jouw goedheid. En deze last neem je niet meer met je mee, want deze komen op kop. Beide komen ze op kop. Stukje dat je het opgeeft dat anderen misbruik van je maken. Dat stukje heb je losgekoppeld. Dat kun je dan ook omarmen. Je hebt daar geen spijt van, maar je krijgt er juist ruimte voor terug. En je hebt de sleutel tot je genomen die dus ook dit in werking gezet kan hebben. Hè? Je hebt de sleutel om naar die vernieuwing te gaan. Je hoeft je eigen niet meer omlaag te laten trekken of dat mensen misbruik maken van jouw goedheid. Want dat is iets wat in het verleden en misschien op dit moment ook nog speelt bij jou, lieve vissen. En dat gaat wel veranderen. Kijk, jij krijgt ruimte om mensen naar je toe te trekken waarmee jij geluk zult hebben. Waarmee jij creativiteit zult voelen. Voor sommigen kan het ook nieuwe liefde zijn. Maar onderkant daar krijgen we de 10 van munten. Wat ik sterk voel is dat jij de focus op jezelf gaat leggen. En dat jij gaat zien van oké, in mijn leven, in dit leven, ga ik nu een wending creëren. Ga ik de spotlight op mezelf zetten. Kies ik ervoor om mijn eigen geluk te creëren? Kies ik ervoor om nu het hoogst haalbare in werking te gaan zetten wat voor mij bestemd is? En ook dan zul jij de wereld kunnen verbeteren, maar in een andere vorm waardoor jij er niet onder lijdt. Waardoor jij niet eronder doorgetrokken wordt, zeggen ze. Alleen is het wel zo dat bepaalde manifestaties die jij hebt gedaan wat meer kracht bijgezet kan worden. En hier mag je dus nog wat lessen in leren.
Hoe kan ik krachtiger manifesteren? Hoe kan ik krachtiger mijn stem laten gelden, zodat het ook blijft stromen naar mij toe? De antwoorden van aantrekkingskracht zul je dan beantwoord gaan krijgen, maar het is een bepaalde onzekerheid die dus meespeelt. Een bepaalde onzekerheid die ontkoppeld dient te worden. En dat is niet altijd makkelijk, maar we zien hier wel dat het jou gaat lukken. Want we krijgen naast de 8 van munten, krijgen we de 9 van munten. Dus jij stijgt in energie. Hier hebben we de 7 van munten liggen. Het is toch echt aarde-energie. Dus het stukje balans en stabiliteit waar je mee te maken gaat krijgen. Het kan zijn dat het stukje materie in het aardse bestaan, daar doel ik op dit moment op. Daar ga je iets nieuws in creëren. Het kan ook zijn dat er meer aarde-energie in jou chart voor gaat komen, steen of stier, maar steenbok. Maar het hoeft totaal niet het geval te zijn. Het gaat meer om de stabiliteit waarbij jij ook jouw emoties stabiel gaat krijgen, dat je anders in het leven gaat staan, waarbij jij de schoonheid van het leven vanuit een andere bril gaat bekijken. En dan zul je ook merken dat bepaalde stromingen, wat jij dus in de verkeerde energie gemanifesteerd hebt, niet gaat stromen. Dat dit dus eigenlijk omgekeerd gaat worden. Dat die zelftwijfel getwist kan gaan worden. Want als dit niet getwist gaat worden, kan dit als obstakel in jouw leven blijven fungeren. En dat zou jammer zijn, want je hebt juist zo'n mooie krachtige energiestroom waar jij heel veel mensen mee kunt bereiken. Die dan ook daar weer hun lessen uit kunnen halen. Want jij bent letterlijk een spiegel voor heel veel andere mensen. Kijk, en dat je veel hart en zeer hebt gehad, is een feit. Dat er veel mensen over je rug heen zijn gegaan, is een feit. Maar hij komt er toch echt andersom uit. Het is een teken dat jij dit ook niet meer toelaat. Je hebt een bepaalde inzicht gekregen. Jezelf beschermen daarin. Ook wel oude elementen ombuigen en loskoppelen en transmitteren naar het licht. Waarbij je dus eigenlijk de union in jezelf tot stand kan gaan komen. Waarbij je dus balans in je yin-yang energie gaat activeren. Nu denken heel veel mensen, oh wauw, we krijgen de 2 van bekers eruit. Dus, oh, soulmate, dit en dat. Dit aspect voelt als jouw eigen energie, lieve vissen. Jouw union in jezelf. Niet meer meegaan in die zwaartekracht. Niet meer die obstakels. Eigenlijk in zicht houden. Je gaat eigenlijk het stukje opgeven van mensen die niet met jou compatible zijn. Mensen die dus profijt van jou hebben zonder er iets voor terug te geven. En we krijgen de 4 van zwaarden op kop. Dit is een element wat voelt voor mij dat jij dus aan die zelfreflectie hebt gewerkt. Waarbij jij het beste uit jezelf hebt gehaald. Dat je aan jezelf hebt gewerkt. Waarbij je het stukje herstel in hebt gezet. En dat dit dan ook eigenlijk al de vruchten af gaat werpen. En vanuit daar zul je ook merken dat jij die intuïtie verder laat spreken. Dat jouw emoties in bedwang gaan komen. Of in balans, kan ik beter zeggen. Eigenlijk het stukje aardse bestaan en jouw gevoeligheid. Daar is misschien altijd wel wat strijd in geweest. En hier ga jij lessen in leren. Hoe kan ik nou in het aardse stukje ook mijn emoties blijven behouden, maar wel mijn eigen beschermen, zodat ik het in de juiste frequentie ook neer kan zetten, waarbij ik mijn eigen niet onderuit laat halen door energie of misbruik laat maken van situaties. En als jij de leiding gaat nemen over je eigen leven, maar ook de emoties die daaraan gekoppeld zit, zul je merken dat je in een nieuwe stroming gaat komen. En al zit dit in een bepaalde heftige intensiteit, wat nog voelbaar kan zijn, vooral met de energiestroom in april, wat er allemaal actief zal zijn, zorgt het er wel voor dat jij wel staande blijft houden. Al voelt het misschien als heel indrukwekkend, het is wel een energiestroom om ook mee samen te gaan werken. Waarbij jij leert om te gaan met bepaalde emoties. En dit komt nu naar de oppervlakte. En dat kan dus even een piek zijn in jouw emoties.
Waarbij jij dus weer de ruimte krijgt, oké, dit is weer actief, maar hoe kan ik hier stabiel in komen te staan? Hoe kan ik nu het beste hieruit halen, waardoor ik vervolgens weer de juiste richting in kan zetten? Dit kan door even rustig een pas op de plaats te maken, even te mediteren, een ademhalingsoefening te doen, misschien yoga, een boswandeling, maakt niet uit, misschien stap jij op de fiets en vind jij een eind weg fietsen fijn om te genieten van alles om je heen. Of baantjes trekken in het zwembad. Al dit is nu nodig. Zodat jij in gaat zien van oké, dit is weer even om mijn geheugen op te frissen. Hoe kan ik hier weer mijn stabiliteit in vinden? Hoe kan ik hier nu weer mijn kracht in pakken? En dan zul je merken dat je steeds meer naar dat nieuwere stuk gaat groeien. Steeds meer naar jouw eigen identiteit. Waarbij je je grenzen blijft bewaken. Waarbij je wel inziet van oké, ik mag eraan blijven werken. Maar blijf niet te veel in die afwachtende positie. Want ik voel wel dat je toch nog een beetje terughoudend bent. Ik pak nog even een ander dek erbij, want ik wil weten waarom je terughoudend bent. Waarom ben je terughoudend naar die vernieuwing toe te gaan? Je wil eigenlijk alles eerst helemaal onder de knie hebben, voordat je hier een pas de wereld mee in gaat stappen. Terwijl je al veel meer in jouw systeem dadelijk al hebt zitten en aan hebt gewerkt. Als dat jij zelf inziet. Oké, je mag dus zelf dingen nog in gaan zien. Wat mag ik hier nog aan toevoegen? Kijk. Jij gaat ontzettend verbaasd zijn over de periode die gaat komen. Wat gestart is nu met het eclipseizoen. Wat ervoor zorgt dat er eindes zijn gekomen aan een zware cyclus. Eindes zijn gekomen aan pijnstukken, karmische loop. En iedereen krijgt vanzelf weer een nieuwe loop hè, waar ze in kunnen komen. Maar het is aan jou of dat jij deze loop ook weet te doorbreken, ja of nee. Een oude situatie gaat in ieder geval beëindigd worden. Dit gaat in de positieve zin de krachten bundelen. Je hebt misschien een bepaalde dieptepunt in je leven gehad. Maar dit dieptepunt is er nodig voor geweest om jou vervolgens in een nieuw spektakelstuk te kunnen neerzetten. Waarbij jij dus ook je eigen krachten beter gaat benutten. Waarbij de energie dichter bij jezelf blijft, maar je uiteindelijk een groter publiek gaat bereiken. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jouw gevoeligheid ook om gaat zetten voor het grotere publiek. In de zin van jouw werkzaamheden daarop aan te passen. Of dat het nou is dat je cursussen gaat geven of een lezing. Of je staat voor misschien een klas. Misschien ben je docent. Maar dat je dit in een andere vorm ook mee gaat nemen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, vooral die nieuwere generatie, dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe tijdskinderen. Hè, die al veel meer DNA geactiveerd hebben als dat wij hier op aarde zijn gekomen. En dan praat ik over de 40 plus mensen. Wij zijn met minder DNA-strengs hier op aarde gekomen, geactiveerde DNA-strengs. Terwijl de nieuwe generatie al meer DNA-strengs geactiveerd heeft, waardoor bepaalde intuïtiviteit en bepaalde stappen al verder vooruit zijn gezet als dat wij zijn. Zo kan het dus zijn dat iemand die een stuk jonger is dan jij al verder op hun zielspad zijn als dat je zelf op dit moment bent, omdat wij van een verdere afstand komen. Het heeft er allemaal mee te maken met jouw eigen balans, jouw stabiliteit, een upgraden naar een next level, stand vasthouden aan jouw zielsmissie, dingen loslaten wat niet meer voor jou bestemd is, vanuit liefde je balans neerzetten. Nou, dat zijn er te veel, dat gaan we lekker niet doen, want dan heb ik hier het halve dek op tafel leggen. Oh. Deze komt wel. Kijk. De mensen waarmee ik nu, de generatie van 40 plus hebben, of net er iets eronder zitten, die hebben zoveel ellende eigenlijk over zich heen gehad, om vervolgens nu die vrijheid te kunnen gaan ervaren. En
Mocht je dus nog niet door een pijnstuk heen zijn gegaan, kun je die vrijheid ook nog niet gaan creëren. Dan is het eerst de bedoeling om door dat pijnstuk heen te gaan. En pas als je dat pijnstuk hebt ontkoppeld, kun je weer in je volledige kracht staan. En kun je weer eigenlijk het leven gaan omarmen in een nieuwe vorm waar jij mee bezig bent. Een nieuwe pad waar jij op bezig bent. En het is net als fietsen met vallen en opstaan. Dus het is niet altijd dat het in één rechte lijn in één keer normaal gaat. Nee, je hebt af en toe een beetje dat zigzaggetje wat je maakt. En dat heeft er vooral met onzekerheid te maken dat wat meespeelt. Maar als je eenmaal de drive hebt gevonden van het nieuwe pad, dan wil je ook snel vooruit. En dan zul je ook merken van oké, dit is helemaal mijn kracht. Ik weet, ook wel het stukje durven, lef hebben. Je ambities ga je omarmen. En de intuïtiviteit wat jij al bezit en het stukje emotionele kennis wat jij bezit, ga je dus ook de wereld in brengen. In welke vorm dan ook, hè? Want het voelt voor mij dat jij heel veel kennis gaat delen met andere mensen. We krijgen hier ook de 9 van bekers erbij. We hebben hier al de 9 van munten en de 9 van bekers. Dus 9-9 is voor jullie ook een belangrijk getal, dat er een belangrijke fase of cyclus in je leven veranderd gaat worden. Het stukje loslaten is daar een onderdeel van. Dat je naar die vernieuwing gaat. Hè? Dat je echt een bepaald hoogtepunt in je cyclus van je leven gaat bereiken. Voelt voor mij ook wel dat jij stabiliteit geeft. Hè? Een stukje onafhankelijkheid. Het leven weer delen. Maar dat je op het moment als jij echt het pad gaat bewandelen wat voor jou bestemd is. Waar jij ware geluk zult vinden. Dan zul je ook merken van oké, ik krijg nieuwe ideeën. Ik ga hierop doorpakken. Ik wil het delen met de mensen om me heen. En je kunt heel veel gaan bereiken, lieve vissen. Je hebt zoveel in je kracht. En die emotionele kennis wat je al hebt, kun je dus ook in het aardse stukje neer gaan zetten. Wat voor jou dus nieuwe energie zal toe gaan passen. Nieuwe stabiliteit op financieel vlak zul je dus dan ook voorspoed kunnen aantrekken. Waarbij je eigenlijk gelukkiger zult zijn. En dat hoeft niet pertinent te zijn dat je financieel meer te besteden hebt. Maar het brengt jou wel meer geluk. Al is het misschien een lager inkomen. Je staat anders in het leven. Je gaat anders om met materie. En dit zorgt er ook voor dat je anders het geluk zal gaan ervaren als op dit moment. Dat heeft allemaal met jouw union en jouzelf te maken, waardoor je dus nieuwe aspecten gaat omarmen in het leven. En dat komt dus ook door de start van het eclipsseizoen, wat nu nieuwe inzichten gaat creëren. Waarbij je dus misschien een eerder torenmoment of een torenmoment wat binnenkort gaat komen, dit allemaal in werking gaat zetten. Maar lieve vissen, dit was voor nu jullie reading voor april. Laat vooral een berichtje of een like achter mocht dit jouw tijdlijn zijn. Kijk ook anders even nog naar je andere tekens van je geboortehoroscoop. Of naar de video van maart en april. Die zal ik ook beneden in de beschrijving linken. Evenals de playlist van de sterrenbeeldreadingen die ik op dit moment opneem. En dan wens ik jullie een mooie aprilmaand toe. En tot de volgende video. Doei doei!